Ja, toen ik hem in het begin hoorde spreken, dacht ik eigenlijk dat hij een Zweed was. De Alsters accent, ik had dat nog nooit niet gehoord. Die lange, smalle figuur zo en dan dat enorm krullend haar. Ik dacht van potverduidelijk, dat is een echte. Het is een feit dat Hugo van 's morgens tot 's avonds eigenlijk met kunst bezig was. Ik mag niet zeggen van 's morgens tot 's avonds, dag en nacht. Hij leefde zeer, zeer intens. Ja, hij is bijna een soort artistieke steekvlam geweest die eigenlijk doorheen de Vlaamse, Belgische kunstwereld geraast is. Hij was vooral heel radicaal. Heel atypisch voor België eigenlijk. Maar Hugo was iemand die dwars tegen alle conventies inging. Hij heeft heel veel werken die de mogelijkheid geven om te zeggen dat ze meesterwerk. Door nogal wild soms om zich heen te schoppen, maakte hij zich in de kunstwereld ook ja, niet altijd even goede vrienden of zo. Als je die de eerste keer zag, dan was onmiddellijk duidelijk dat het een bijzondere persoonlijkheid was. Ja, gewoon bijzonder, maar ook tragisch.